Club ondersteboven. Slam. Google Home, Siri of wat dan ook. Wij hebben het niet nodig. Onze studio heeft ook een spraakherkenning. En het schijnt dat als jij zegt licht uit, spot aan, dat dan ook alles bam, zo. Ineens. Wat zit je nou te lullen? Ik zag je net gewoon oefenen. Ik zit gewoon bij, hè? Ik zag gewoon licht aan en uit gaan. Ik zei helemaal niks. Wil je alsjeblieft even zeggen licht uit, spot aan? Al is het alleen voor YouTube. Licht uit, spot aan. Het verhoor. Ja. Het werkt, hoor. Nee, nou, ja. Nee hoor. Ik zit gewoon in de dark. Niemand ziet mijn bakkes. De spot werkt niet. Die wordt nog even handmatig aangezet door productie Ruben. Wat is het Jordi, wil je die van jou ook nog even aandoen? Oh ja. Waarom gaat het toch elke keer niet goed met dit? Het is toch ongekend? Ja, nou goed. Lokale omroep van Hilversum dit. Ja. Zo. Goed, leg uit. Ja. Het verhoor. Het is eigenlijk heel simpel, Nienke. Jij hebt zojuist een verhaal aangeleverd bij productie Ruben. Wat echt waar is, wat jij echt ooit hebt meegemaakt. Uh-huh. Dat andere verhaal, in envelop 2, dat heeft Ruben zelf verzonnen. En nu ga jij zo meteen één van de twee enveloppen openmaken. Jij weet zelf ook niet waar het echte verhaal in zit en waar het neppe verhaal in zit. Je gaat die zin zeggen. En aan de hand van die zin gaan we jou 60 seconden lang vragen stellen om erachter te komen of je uit je duim zuigt of dat het echt waar is. De luisteraar die sms vervolgens waar of niet waar naar 6363... of een berichtje via de gratis Slam app. En dan maak je kans op prijzen. Zo simpel is het. Oh, de luisteraar kan kans maken op prijzen. Ja, de limited edition Slam cup. Ik doe het voor de luisteraars, maar dat doe ik het ook voor. En wat is de prijs? Want ik wil weten, wat is aan de steek? De limited edition Slam cup. Oh, ja, die moet je willen hebben. Zeker. Yes. Nienke, ben jij er klaar voor? Maak de envelop maar open. Eén van de twee, je mag kiezen. Oké, jongens. Zijn jullie er ook klaar voor? Ja, ik wel. De envelop gaat open. Diepe zucht. Wat staat erop? Ik heb ooit stoned een leven gered. En de 60 seconden lopen nu. Stoned een leven. Wanneer was dit? Dit was toen ik was ik op een strand en ik had heel veel gebloot. En wie zijn leven was dit? Een onbekend meisje. Hoe oud? Nou, te jong om zelf te zwemmen, dus. Oh, dat is verdronk. Ja, leek het er wel op. Of het was een andere vorm van zwemmen die ik nog niet eerder had gezien. Maar het zag er paniekerig uit. En welk werelddeel was dit? Eiburgstrand. Eiburgstrand? Ja, man. Was hoog zomer. Oh. Ja, want ik droeg een string bikini. En wat droeg zij? Geen bandjes. Nee. En alleen een bikini. Top en een broekje. En wat zeiden de ouders? Nou, toen ik het kind had gered en er kwam al water uit kuchen, toen liep ik een beetje in shock naar het strand toe. En toen pas kwam er een moeder aangerend. En zij zei eigenlijk alleen maar tegen het kind: ik heb nog zo gezegd, niet het water in gaan, maar je hebt je bandjes niet om. Ja. Dit waren de 60 seconden. Wat moet ik hier nou weer van denken, Jordi? Ik heb geen idee. Spannend ook zelf. Dit was een lastige. Dit was zwemmen, ik het gevoel. Ja, dit was zeker lastig. Ik durf het bijna niet te vragen, Nienke. Maar zou je het nog één keer aan de studio willen vragen? Licht uit, spot aan? Yes! Verhoor. Nou, het is toch mooi dat het nu wel werkt. Het verhoor, we zitten er middenin. Zojuist, Nienke, heb jij een verhaal verteld. Kun je nog één keer een korte samenvatting geven van het verhaal? Ja, in één zin? Ja. Ik heb onder stoonde ervaringen een kind gered. Ja. Nou hebben wij 60 seconden lang allerlei vragen gesteld. Daar heeft de luisteraar een oordeel uit kunnen vellen. En nu is het aan de luisteraar dus om te bepalen is het waar of niet waar. En degene die het goed heeft, gaat vandoor met prijzen. Timo, waarom denk jij dat het niet waar is? Inderdaad, ze kwam een beetje moeilijk uit de woorden. Dus ik geloof het niet helemaal. Ja, dat was wel hakkeltakko, ja, inderdaad. Een beetje aan het stuntelen. Precies. Ja, nou, interessant. Maar Stephanie, waarom denk jij dat het wel waar is? Precies. Ja, ik denk dat het een beetje een spelletje speelt met ons. Dus ik denk dat het wel waar is. Nou, dat dacht ik dus ook toen we net muziek aan het draaien waren. Ik denk, ja, die zit ons er mooi in te naaien. Ja, want eerst dacht ik 100% niet waar. Hetzelfde als Timo. Maar ik begin ook nu ineens te twijfelen. Maar toch, ik ga toch voor Timo. Kamp Timo. Jij bent kamp Timo en jij zegt niet waar. Dus oké. Dienke, wil jij ons alsjeblieft verlossen? Het verhaal wat ik net verkondigd heb, is hartstikke waar! Nou ja! Stephanie, gefeliciteerd! Dankjewel! Oké, en Timo, helaas man, je hebt niet gewonnen.
Stuntelen. Die is nu aan het stuntelen, hè? Nou, maar echt, hè? Ja, maar dit is niet normaal, hoor. Nee, dit... Ik snap dat je acteerambities hebt, Nee, maar niet zomaar. Ik neem alles heel serieus in mijn leven. Zo. Maar je hebt gewoon daadwerkelijk een kind gered, terwijl je... Knijterstoont was. Ja, verstoond als een garnaal was. Mm-hmm. Maar nou, ja, wat je zegt, garnalen is goed in het water, dus het ging... Ja. Maar want jij zag een meisje spartelen, je hebt haar uit het meer getrokken. Wij zagen haar eigenlijk al heel lang bij de branding van het water spelen. En ze had geen bandjes om. En dat was meteen al alarmerend. Mijn vriendin en ik, toen allebei 20, nog geen moeder. Maar wel nog wel menselijk genoeg om te weten... Jij hebt geen bandjes. En waar is jouw moeder? Niemand die ook eventjes terughaalt of bij jou komt staan. Het viel gewoon op. En het was het strand van IJmuiden heel donker. Dus gewoon geen blauw water. En het meisje was ook donker. En toen zij steeds verder het water in liep... ging ik ook steeds meer van heel sloom naar zo'n halve start, weet je, houding. Van oké, dat moet nu even verkeerd gaan. En het is een aangelegd strand, dus het loopt ook in één keer konk. Dus zij ging ook met 3 stappen verder, kopje onder. Nou, toen ging ik gewoon bailwards met knietjes zo over het water heen. Oh, wauw. En met een string bikini. Zelfs dat was het niet. Het is ongelooflijk. Jongens, YouTuber, zangeres, comedian, theatershow. Leugenares. En heldin.